We zitten al in de tweede helft van deze challenge. Het is al helemaal een goede gewoonte geworden. Thuis maak je klaar wat je wilt en hoe je wilt. Maar op het werk of tijdens een lunch is dat moeilijker. Hoef je nu alleen slaatjes te eten? Zeker niet. We willen deze challenge gevarieerd en lekker houden. Met een paar tips gaat het vanzelf. Je kan bijvoorbeeld vragen om je saus apart te geven, zo kan je die zelf doseren. Kies voor gezonde kooktechnieken zoals pocheren, stomen, grillen of stoven. Dat maakt de smaak alleen maar intenser. Je mag gerust ook frietjes eten, maar vraag gewoon een kleinere portie. En als dessert neem je een lekkere frisse sorbet.